Gunther, Christel, wat brengt jullie hier vanavond? Wel, ik denk als je een beetje rondkijkt, dan gaat het wel weten. Hè. Sowieso, mijn madame is een gezicht, een schermgezicht. Dus was zij sowieso al uitgenodigd. En ja, muziek en feest samen, als we kunnen, dan komen we. Christel, wat verwacht jij van de avond? Ha, het is de eerste keer dat ik op de Mia's ben, dus ik heb het nog nooit meegemaakt. Niet op het podium en ook niet in de zaal, dus ik ben echt benieuwd naar de sfeer. Naar de optredens ook. Ik ben heel blij met Niels, die 7 keer genomineerd is. Miguel Wills, ken ik nu toch al heel lang. Ik denk dat hij ook heel blij gaat zijn. Dus wij gaan ons amuseren. We hebben een babysit, dus... Dit is als het ware een soort ontmaagding vanavond voor jou. Ja, de ontmaagding op de Mia's. Christel, volgende week is het Valentijn, volgende week donderdag. Als je mag kiezen, een romantische date met Gunther of toch wel een stomende avond thuis? Romantische date. Want na die date komt de rest dan ook wel weer, denk ik. Boodschap begrepen? Ik vind dat wel een deal. Ik vind dat een deal. Ja.